wij? Waar zijn we? We zijn in de Villa de Pila. Of jullie zijn in Villa de Pila. Het leukste bed and breakfast van Enschede. Een wat? Hè? Bed and breakfast. Dus je kunt hier logeren? En ontbijten. En wie maken daar allemaal gebruik van? Mensen die een bed nodig hebben in Enschede. En dat zijn er best veel. En de mensen die nu veel komen, die geven of les of richten een expositie in. Of geven een lezing. Of studenten die toelating doen. Heel af en toe heb ik een hondje. Overdag. Die dan ook een plek nodig heeft, dus heeft geen bed. Dus ja. En mensen vinden het fijn, want ze zijn aan het werk. En willen toch een soort... Ja, mensen zijn onderweg. En wij wilden graag een plek waar je... ondanks dat je onderweg bent, gewoon in een leuke ruimte komt. Ja, want het is wel een opvallende ruimte, toch? Veel kunst. Veel kunst, veel flyers ook, veel te doen. Ik informeerde mensen ook van wat je allemaal kan doen buiten de reguliere dingen. Dus als mensen daar behoefte aan hebben, kunnen ze op die manier ook de stad leren kennen vanuit de villa. Ik ben allebei afgestudeerd van de Aki. Ja. En hoe kwam eigenlijk het idee in één keer om dan een bed and breakfast te beginnen? Nou, wij wilden eigenlijk iets beginnen waar je dus een fijne werkomgeving, een fijne plek om te zijn. Waar je een expositieruimte kan aanbieden of een open podium. En wat wij zagen is dat als je een stichting bent of alleen een podium... Dat je afhankelijk wordt van subsidies, financiën die de meeste kunstenaars niet hebben. En het was dus iets van, we moeten een zelfredzaam ding worden, initiatief. Ja. En dan bed and breakfast, omdat je dan, weet je, als je hier afstudeert en je ouders uit Reykjavik willen komen. Dan zit je dus of in een steriel hotel of boven de koffieshop. En dat is ook allemaal prima. Maar voor heel veel mensen is dit precies een beetje een schemergebied waar ze zich lekker in voelen.